De afgelopen maanden waren voor hem net zo grijs en grauw als het weer tijdens deze training. Maar aan die periode komt een einde. Florian Josephson traint sinds half augustus weer volledig mee met de selectie en kan het hoofdstuk van zijn kruisbandblessure bijna afsluiten. Ja, gaat heel goed. Ik heb geen last, geen pijn, geen angst. Ik denk, gevoel is goed. Dus dat is ook het belangrijkste, denk ik, hoe je voelt. Ja, is dat zo? Is dat het belangrijkste? Maar ook qua gevoel, denk ik. In je knieën, je lichaam, hoe je rent, hoe je went en keert. Dat denk ik voor mijn gevoel wel heel belangrijk is. Want als je niet echt lekker los of vrij bent, vooral voor een speler als ik moet wel lekker vrij kunnen zijn. En tot nu toe gaat dat heel goed. De wedstrijd tegen Vitesse in januari betekende voor Josephson het einde van het seizoen 2014-2015. De kruisband in zijn rechterknie was ernstig beschadigd, waardoor opereren noodzakelijk was. De periode die daarop volgde betekende veel en lang revalideren. Ik had niet echt angst, want ik heb deze blessure opgelopen zonder een echte trauma geval. Sinds dat ik terug ben, toonde ik geen angst, dus ik heb dat niet echt gehad. Hey, sterker nog, als we even teruggaan naar die wedstrijd tegen Vitesse, je bleef gewoon doorvoetballen. Klopt, en waarschijnlijk is het daarvoor op trainingskamp gebeurd, dus veel eerder al. En die tik gaf zeg maar de doorslag, om het zomaar te zeggen, maar ik heb niet echt een traumamoment gehad, nee. Maar de blessure zette Josephson wel aan het denken, vooral in een jaar waarin PSV alles voor de wind ging. Momenten die je als voetballer intens wil beleven. Je denkt dan van alles. Hoe voetbal ineens binnen een paar weken heel anders eruit kan zien. Je denkt aan kampioenschap toen de tijd. Jouw rol daarin. Echt van alles gaat door je hoofd. Ook dat voetbal gewoon heel snel over kan zijn. En dat je gewoon geluk hebt. En blij mag zijn dat je elke dag gewoon gezond op het veld mag staan. En als zoiets gebeurt, dan gaat er echt van alles door je hoofd. Hoe zag jij dat voor jezelf, zeg maar, jouw aandeel in dat kampioenschap? Ja, best goed. Best goed, ook buiten het veld. In de kleedkamers zaten we gewoon goed, iedereen goed met elkaar. En mijn aandeel was vrij goed, denk ik. Maar natuurlijk wil je het natuurlijk veel groter hebben dan wat ik heb gebracht. Maar dat gaat wel goed komen. Ik kwam vorige week voor het eerst berichten naar buiten van Florian treedt weer volledig mee. En het zou wel eens kunnen dat hij over twee, drie weken weer op het veld staat. Dat is net op tijd voordat die Champions League begint, hè? Ik doe daar geen uitspraak over. Ik train voluit en we moeten nog kijken wanneer we een wedstrijd gaan plannen. Maar dat is voor mijn gevoel en voor de staf nog niet aan de orde. Eerst lekker weer het groepgevoel en elke dag gewoon voluit mee kunnen trainen. En dan zien we wel wanneer het juiste moment aankomt. Oké, maar is er een fysio die tegen jou wel een soort van deadline heeft gezegd? Of in ieder geval heeft gezegd van, op dit moment zou je weer minuten kunnen gaan maken bij Jong PSV. Want ik geloof dat dat dan de eerste stap weer is, hè? Ja, klopt, maar geen fysio zegt dat. Ik denk dat ik vooral moet zeggen wanneer ik er klaar voor ben. En de staf kijkt dan of het juist is. En niet andersom, denk ik. Heb jij zo'n gevoel? Merk je dat zo'n gevoel eraan komt? Dat jij zegt van, nu ben ik er weer klaar voor? Dat hou ik nog voor mezelf.